De sportschool Kelderwerk gaat verder in het pand van Backbone 050 in de voormalige Vinkenborgschool. Eind augustus moest Kelderwerk haar plek aan de Zonnelaan verlaten. Op die plek komt jongerenhuisvesting. Het pand aan de Travertijnstraat is eigendom van de gemeente. De huur is per jaar 34.000 euro. Kelderwerk vraagt de gemeente om een tijdelijke subsidie in de huisvestingslasten en wil over 2 jaar op eigen benen kunnen staan. We zijn heel blij dat we een oplossing hebben kunnen vinden. Kelderwerk heeft zelf besloten om in Backbone te willen gaan zitten, een locatie in Vinkhuizen. En we hebben als gemeente besloten om in ieder geval voor 1 jaar, met mogelijkheid tot 2 jaar, een subsidie te verlenen aan Kelderwerk, waardoor ze dat ook kunnen betalen. De wethouder heeft vertrouwen in de goede afloop. Ik denk dat Kelderwerk een stichting is, dat hebben ze ook in het verleden bewezen, ontzettend veel mensen aan te spreken, veel mensen die daar komen sporten. Ze hebben zelf aangegeven dat te kunnen doen. Ze hebben ook niet om een definitieve subsidie gevraagd, maar om een tijdelijke subsidie. We helpen met deze locatie en met dit bedrag hen op weg te helpen, omdat ze goed werk doen, breed gewaardeerd. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze ook met een goed plan zullen komen, om dat uiteindelijk zichzelf te kunnen redden. Kelderwerk kreeg steun vanuit de gemeenteraad. De wethouder vindt het werk van de club ook belangrijk. Ja, Kelderwerk is belangrijk omdat zij voor heel veel doelgroepen sportmogelijkheden bieden. Het zijn doelgroepen die vaak ofwel financieel ofwel sociaal wat op afstand staan. Kelderwerk heeft eigenlijk al bewezen de afgelopen jaren dat ze die doelgroepen heel goed weten te faciliteren. Doelgroepen komen daar ook graag. En dan hebben we het bijvoorbeeld over statushouders, asielzoekers, maar ook bijvoorbeeld mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom, Kelderwerk heeft, naast dat mensen daar gewoon fijn kunnen sporten, ook een hele belangrijke sociale functie. En dat ondersteunen we daarom graag als gemeente. Kelderwerk moet uiterlijk 1 december een plan overleggen, waaruit blijkt dat de stichting zich over 2 jaar zonder subsidie kan bedruipen.